Yo mensen, vandaag ook een leuk dat je deze groene video op de kanaal. Mijn naam is Johan en vandaag zien jullie het al. Jullie zien weer een oude serie achter me. Hier, ja ik doe zo, want ik zie het daar, maar jullie zien hier. Hier zien jullie die oude serie weer. Het is echt een tijdje geleden. Ik gok een jaar of zo dat dit voor het laatst online is geweest. En je zult weer denken, je hebt vast fout gespeeld, je bent al begonnen. Nee. De eerste opname is mislukt. Dat wou ik met een iets anders doen dan normaal. Niet met OBS. Maar dat ging totaal mis. Het geluid liep niet gelijk met het beeld. En mijn webcam daarentegen liep nog weer verder achter. Daar heb ik gewoon gelijk alles in één gedaan. En jullie zien mij hier. Hallo. Normaal sta ik altijd hier. Maar ja, dan sta ik hier ervoor. Als ik hier sta, sta ik hier ervoor. Als ik hier sta, sta ik hier ervoor. Daarom zet ik me maar hier boven in beeld neer. Waar mijn muis nu af en toe achterlangs gaat. Daar gebeurt toch niet veel. En anders. Dan zien jullie dat maar niet. Wauw. Dus ik heb al een baan. Ja, dit moeten wij voorstellen. Ik weet, we lijken er niet op, mensen die het kijken. We lijken er niet op. Ik weet het. Ik weet het. Lach maar weer uit dat het nergens op lijkt. Zo, was even een dodelijke stilte, maar ik moest mijn oortjes goed erin doen. Ik ga het magische knopje indrukken. We zijn begonnen, officieel. Ja, ik vind je echt heel aardig, maar zou je misschien even ons huis willen verlaten? Dankjewel. En hoe gaat het met mij? Ik moet mijn plezier straks even wat aan doen. Ja, ik ben beschaamd als je vraagt waarom. Na het een ongemakkelijk gesprekje gehad met een vrouw. Ja. Goed zo, ga maar weg. Doeg. Ja, maar dit was niet de bedoeling. Hallo. Hoe kan ik mijn plezier nou opvrolijken? Goed zo, ga maar lekker praten met hem. Ik hoop trouwens niet dat het achtergrondgeluid eruit staat. Zeg eens wat. Zatorb. Hallo. Ah, jullie zien even zwart beeld. Oh nee, bij jullie loopt nu gewoon vast. Ik zet even wat zachter. Zo. Dat krijg je toch niet te zien, hoop ik. Nee. Wat ik nu in beeld heb, dat hoeven jullie... Nee, dat hoeven jullie absoluut niet te zien. Nou, die hebben we al gezien natuurlijk in de video. Dat waren die afbeeldingen van mij in de tante in Photoshop. Oké. Waar de fuck ben ik? Plezier. Oké, nu gaat het met Dante. Nou, de plezier gaat wel lekker omhoog. Energie, ja, zo gaat het wel lekker. Hygiëne mag straks lekker weer omhoog. Bij mij mag de honger wel even aan gedaan worden straks. En zo gaan we gewoon lekker door. Dan is het alweer zondag 3 uur. Ga ik ook nog eens doen. Wat zeg, nou ga ik honger doen. Ja. Yeah. Oké. Ik ben geïnspireerd door een culinaire vruchtencake. Zo, Dante komt uit de douche en hij zit gelijk achter de telefoon. Jongen, je bent een beetje verslaafd. Hoezo is het ongemakkelijk? Ze vinden de douche te goedkoop. Nou. Bouwmodus. Dan gaan we dat toch wel aan doen, jongen. Als je er last van hebt. Zo. Dus eerst even kijken hoe duur een douche is. Hier. We kunnen deze doen. Ja, dat kan. Oké. Verkopen. Staat hij trouwens wel goed? Ja, oké. Mooi. We kunnen naar leefmodus. Ja, hij kan weer vrolijk worden. Is zijn hygiëne nou niet dan... Ja, dat is nog wel goed. Hoe gaat het met mij? Plezier moet snel omhoog. Echt heel snel.
Dan te waar ben je mee bezig? Ik kan het zeggen, gewoon een beetje kletsen. Ik moet dat met mijn plezier doen. Oké, Johan. Nou, kan ik morgen aanklikken? Dat zou heel fijn zijn. Het is echt heel fijn van deze game. Hij loopt een beetje vast. Blingo? Spubani! Zo. Acties. Groep vormen. Samen met. Ik ben gewoon al beet. Hij is gewoon al beet bevriend met die Moira Fires. Nou, met mij. Ja, kijk, dat wil ik dus. Wat is er met mij mis? Ja, gooi, hoeft niet weg. Ga wat aan je plezier doen. Doe wat aan je plezier, nu! Ik waarschuw je niet nog een keer. Doe nu! Ga met tante kletsen of zo, jongen. Broederlijke box. Goed zo, Dante. Goeie jongen ben je. Garza! Ja, kijk. Ga plezier een beetje omhoog. Hofelein Nardu. Sukuni Lazar. Panish Galumba. Nardubor. Ik heb hem zelf wel een beetje heel Zans? Dik gemaakt, als je dat je afvroeg. Ja, dat is zo. Hoor nu dat trouwens, anders is Sabin. Zo. Waarom gaat de plezier omhoog? Ik ben toch... Ga toch lekker even kletsen met tante. Meer keuze. Vriendelijk. Foto's delen. Nou. Oeh, Georgiouk. Zou Nielte toch wel een beetje mogen gaan? Bansje? Nou, dat gaat niet echt heel goed. Mijn plezier gaat omlaag. Ik moet een tv kopen. Echt hè? Ik ben boos. Tv kopen. Zo gaat het altijd in het leven. Ben je boos? Koop een tv. Niet plukken roos. Koop een tv. Dat is gewoon het nieuwe. Zijn dit tegenwoordig de goedkoopste tv's? Nee, dat kan ik zeggen. Ik doe ook wel gelijk even een. Zo, we kunnen in leefmodus. Ja, alsjeblieft, Johan, ga even tv kijken. Film kijken. Deze. Zo. Die plezier moet omhoog. We gaan met hand inmiddels. Zijn blaas. Oké, energie moet ik straks heen, maar zijn plezier. Oh. Hoe lang gaat dit kletsen door? Goed zo. Zo. Ga jij maar lekker film kijken. Ga ik ondertussen verder met Dante zijn honger. Ja, honger is een heel erg probleem tegenwoordig.
Oh, dit is niet netjes. Hier staat honger. Maar het is toch trek? Oh. Sims, ik ga een klacht indienen. Ik ga echt... Oké, hoe gaat het met Jorn? Zitten. Zeg, je kan toch ook gewoon zitten en film tegelijk kijken? Ja, mooi. Oké, sociaal, dat zit echt helemaal goed. Blaas. En daarna energie. Hoe gaat het met Dante? Daar gaat het ook met energie straks, hè. Hoe zijn plezier gaat eraan? Samen zappen. Zo, misschien komt het zo goed. Waar de fuck ga ik heen? Ga Dante heen. Hoe gaat het met mij? Die gaat naar de wc. Oké, mooi. Goed zo. Ja, plezier is een beetje beter. Het is voor het eerst dat ik het zo goed doe, beseffen we nu pas. Volgens mij heb ik nog nooit zo goed gedaan. Ja, ik ben weer blij. Oké. En ik ga naar bed. En hij moet ook naar bed, want jullie moeten morgen vroeg uit de veren. Zo, ga naar bed. Ik, welke kamer? Ik pak het kleinste bed. Oh, en jij slaapt op de tafel, ja. Logisch. Oké, wie is als eerste wakker? Je mag een heerlijk ontbijtje maken. Oeh, die honger gaat wel snel omhoog. Oké. Ik hoop tenminste dat je kan koken. Cateraar inhuren. Bakken. Broodstingels. Oké, is goed. En Jorn die slaapt nog lekker, joh. Ik hoop echt dat het goed gaat. Dat we nou niet weer de eerste aflevering doodgaan. Dan word ik echt boos om zo. Als nou weer de eerste aflevering doodgaat. Dus de vorige... Eerste aflevering ook mis. Nee, niet aan brand. Kut, ik denk dat de brand gaat komen. Dus ik zet alvast. Ik ben er alvast klaar voor. Ja, schiet dan maar een beetje op, Dante. Dat is heel mooi, al die spreukjes erbij om. Oké. Dit duurt nog best wel lang dat te koken. Zeg alsjeblieft dat dit goed gaat. Ja! Het is gewoon een keer gelukt! Dante, goed zo! Het is gelukt, je kan koken! Goed zo, nou ga jij maar even wat eten. Je mag pakken hoor. Oh, hij doet het al. Nee, dit is... Stop. Kwaliteit... Opruimen. Dit even weg. Ik kan opruimen. Opruimen. Opruimen, opruimen, opruimen. Oké, snel voordat je begint te eten. Ik zeg toch ophouden met dit. Goed zo. Pak broodstingels. Speciaal voor gemaakt. Heel realistisch, het blijft op bord.
the fuck? En opeens is het weg. Nou, het kan niet. Ik gooi altijd in de wc weg, joh. Oh, we hebben hier geen wasbak. Zo, dus ik kan dit gewoon lekker door laten lopen, zo. Ruimt u die op. Zo, snel. Nou, ik lig best lekker te slaan. Oeh, honger. Zo, goed zo, ruim maar op. Oké, Johan, wakker worden. Goed zo, nu snel eten. Ga met Dante, dat gaat nog goed, denk ik. Zo, ook wat broodstingels pakken. Goedemorgen, Johan. Goedenacht eigenlijk. Zo, ga maar lekker eten. Goed zo. Nou, ik zet maar pauze. En dan kan ik tegen jullie zeggen dat dit de aflevering vandaag was. Als jullie het leuk vonden, dan komt er een nieuwe aflevering. En als jullie het niet leuk vonden, dan moet ik even kijken wat er gaat. Het kan zijn dat ik ook zomaar wel nog een volgende aflevering maak. Maar vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. En dan zie ik of iemand anders jou bij deze... Nee... Niet iemand anders bij deze video. Dan zie ik jou in de volgende video weer terug. Laters!